En als je dan dit ziet, en dan bedoel ik een beetje fijne sneeuw, dan denk ik, nee, dat willen we niet. We willen kou. En vanmorgen was het iets meer dan 5 graden onder nul. Ja, en vanaf 5 graden onder nul begint het pas. Kijk, 10 graden onder nul, onze oude verenigingsman, en we hebben het pleintje hiervoor naar hem genoemd, Jan Mollemanplein, die zei altijd, Bart, 2-3 dagen of nachten, 10 graden onder nul. Dan weet je zeker dat je kan schaatsen. Gisteren heb ik zelf nog even staan prikken, maar dan is het geen ijs. Het is gewoon blubber, een drap van sneeuw. Ja, en sneeuw en ijs, dat bijt elkaar. Dat werkt niet samen. Ik heb nu even gekeken, er ligt 2 of 3 centimeter, maar er ligt wat sneeuw op. Maar ik denk met nog een nachtje vorst, als het 10 graden zou vriezen, zou je er misschien morgen wel op kunnen. Qua kou zitten we niet in de problemen. Maar de sneeuw. En dan de organisatie. En dat is dit jaar natuurlijk heel speciaal vanwege corona. Vandaar dat we al weken geleden in overleg zijn geweest met de gemeente om te vragen, mag het? Er zijn gemeentes die hebben gewoon gezegd, we doen het niet. De gemeente heeft heel positief gereageerd. Ik moet erbij zeggen, we hadden daarvoor al een keer een bijeenkomst online met de burgemeester en die maakte zich toen al hard om het mogelijk te maken. Nou ja, dat lukt inderdaad. En we hebben natuurlijk hier wel een ruimte, dat scheelt ook als je het vergelijkt met andere verenigingen, waardoor je hopelijk de zaken goed kan regelen.